Het is bouwelijk op schema. En zoals het er nu naar uitziet, gaan we 9 oktober 2014 de officiële opening verrichten. Die datum die staat vast. En dan gaan we ons ook volledig op richten. En we denken ook nog steeds dat we dat gaan halen. Goed, als jullie mij dadelijk willen volgen, gaan we dadelijk kriskraas door het pand heen. Maar we staan nu in ieder geval in de foyer. Ik ben net via de hoofdingang binnengekomen. En dit wordt dadelijk van ontmoetingszaal. En aan de rechterkant van de wind naar de Casa Vecco balie. Dan gaat erover de toiletbrug gedaan bouwen. Wat er nu in staat, dat moest echt met de kraan naar binnen toe. Dus dit blijft het even, dan gaan we het dak dicht maken. En dan gaan we daarna de boel hieronder verder erin bouwen. En dan zit het echt helemaal vol met kanalen. Ja, ja. Hier achter mij is de orkestbak en daarachter de grote zaal. U staat dus eigenlijk op het toneel van de grote zaal en veel beter dan dit kan het op dit moment niet. Het wordt een prachtig theater hier, dames en heren, en u moet nog heel even geduld hebben. Omdat Hans Meurs, die van het hoogste punt, bijna het hoogste punt, niet echt het hoogste punt. Het hoogste punt zit aan de buitenkant, dat is 25 meter hoog. En Hans Meurs, de directeur van Forum, zal samen met wethouder Kees Dijkman straks van het hoogste punt, bijna hoogste punt, abseilen naar beneden. Het wachten is op Hans Meurs, die zei net dat hij op de Spijkenisse brug staat. Nou zeg ik dan ook vaak tegen mijn vrouw dat ik op de Spijkenisse brug sta, als ik bedoel dat ik bij de aanslag hoofdvriend ben bij de McDonald's daar. Maar goed, dat terzijde, Hans is onderweg. Dus als u nog een paar minuutjes geduld heeft, gaan we daarna beginnen met het officiële programma. Van Vormbouw is gearriveerd. Kees Dijkman was er al een tijdje. Ze zijn nu samen onderweg naar boven. En ik wijs u maar even op het gat daar in het plafond. Daar komen ze zo dadelijk uit. En het zou heel leuk zijn als u op het moment dat beide heren op de grond staan, die confetti shooters af laten gaan. Dus als u dat zou willen op dat moment, zou dat leuk zijn. Ze worden, zoals ze in Duitsland zeggen, eingeschneid om goed en veilig naar beneden te komen.
We zien elkaar zo dadelijk in de Food Factory. En daar, dames en heren, zullen we ook het nieuwe logo van het theater gaan onthullen. Dus graag tot zo. Hier in de Food Factory bent. Fijn dat u onze gast bent vanmiddag bij de viering van het hoogste punt van Theater de Stoep. En dat is iets wat je niet elke dag meemaakt en daar mag je ook wel even bij stilstaan. Dat gaan ook twee heren doen. Hans Meurs zal hier spreken namens Forum en Kees Dijkman namens de gemeente Spijkenisse. En die geef ik graag als eerste het woord. Kees Dijkman, wethouder cultuur. Kees. Maar u zag het woord bijzonder staan in de uitnodiging. En ik ben blij dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan die uitnodiging. Maar het woord bijzonder, ja, dat gaat wel op in dit traject. En vandaar dat we het ook zo belangrijk vonden om even bij dit moment stil te staan. Een bijzonder gebouw. Als u de tekeningen ziet, dan is het een markant architectonisch gebouw. Een mooi ontwerp van de heer Van Berkel van UN Studios. En dit gaat in de omgeving zeg maar, wel zijn stempel drukken. Maar het is ook een heel bijzonder proces dat je het in deze tijd gaat bouwen. Een theater. Daar krijg ik ook veel vragen over. En ik vind ook, ik hecht er ook aan om dat keer op keer uit te leggen waarom een gemeente Spijkenisse in deze tijd, en dat bedoel ik niet heel erg negatief, maar er is wel wat aan de hand in Nederland en in de wereld, waarom we dan toch de stap nemen als college en als gemeenteraad om dit traject, dit project te gaan realiseren. Eind jaren 90 heeft het toenmalige bestuur op een punt gestaan, welke kant gaan we nou op met de gemeente Spijkenisse? Ex-groeikerntaak. We hebben heel veel woningen gebouwd. Mijn oud-collega Gert-Jan Hart zei wel eens wereldkampioen bouwen in de weilanden. Maar welke kant willen we nu met Spijkenisse op? Op het gebied van wonen, werken, leren, recreëren, ook cultuur. Nou, er zijn toen allerlei debatten gehouden. En uiteindelijk is er een stip op de horizon geplaatst van daar willen we naartoe. En we hadden daar ideeën over de huiskamer van de stad, het centrumplan. Maar ook op het gebied van economie, voorzieningen. En de laatste 10, 15 jaar is Spijkenisse enorm aan de weg aan het timmeren om op dat soort gebieden een inhaalslag voor elkaar te krijgen. En dat geldt dus ook op het gebied van cultuur. Dus die missie, die visie, die stip op de horizon, daar willen wij aan vast blijven houden als raad en als college. En gelukkig heeft de raad ook het besluit genomen om dit bijzondere project te gaan realiseren. Oké, dames en heren, wij willen graag aan u de nieuwe huisstijl van Theater de Stoep presenteren. Regi, kom erbij met je vlag. Ja? 3, 2, 1. Daar komt u dan. De nieuwe huisstijl van Theater de Stoep. Hey, lekker warm. Achter hangen. Ja, nee, liever vasthouden. Achter. Achter de mensen. Het ziet er weer Dankjewel, Kees Dijkman. Dankjewel, dames en heren van het theater met al die prachtige shirts aan. Ik geef nu graag het woord aan Hans Meurs van de Vormbouw. Hans, waar ben je? Als bouwers zijn we natuurlijk waanzinnig trots. En is het een beetje een droom wat we hier mogen maken. Een theater van deze omvang en van deze complexiteit. Want de UN Studio heeft er wel iets heel bijzonders van gemaakt. Dat maak je niet altijd mee. Dus de mensen die erbij betrokken zijn, die er daadwerkelijk aan bouwen, die zijn daar terecht super trots op. En ik kan jullie vertellen van bovenaf was het ook een prachtig gezicht. Het is de eerste wethouder in Spijkenisse met wie ik naar beneden mag abseilen, Kees. Complimenten. Jullie wisten dat waarschijnlijk niet, maar wij waren een beetje onzichtbaar eigenlijk. Want waar we naar beneden gingen, daar komt straks een enorme schacht. En daar wordt de lucht afgeblazen of toegevoerd, dat weet ik even niet. Maar in ieder geval, het is één grote leidingsschacht. Dus straks, als we dat opnieuw zouden doen, zouden we letterlijk onzichtbaar zijn. Ik heb een paar theatertermen opgeschreven voor theaterbouwers. En die komen niet altijd voor, dus ik moet dit even voorlezen. Wist u dat in dit theater volop zaagtandwanden zijn? Manteaus, portaalbruggen, rollenzolders, een lierenkamer, geknikte ruiten, holle wanden, bolle wanden. En allemaal woorden die bij dit theater horen. En onze bouwers en alle andere betrokkenen, bijvoorbeeld degene die hier de staalconstructie heeft gedaan, heeft u enig idee hoeveel kilogram staal, puur aan staalconstructie, in dit gebouw zit inmiddels? Enig idee? Wild guess?
100.000 kilo, 200.000 kilo, 300.000, doe eens wat. 250. Hoeveel? 250.000. 250.000. Om precies te zijn, 980.000 kilo staal zit hierin verwerkt. En het mooie is dat die, onder andere die 980.000 kilo staal, die natuurlijk op allerlei manieren aan het beton vastzit, dat paste eigenlijk allemaal perfect dankzij dat BIM-model. Ik vond het ontzettend leuk om met jou dat gat in te duiken. Ik vond het wel eng, ik heb namelijk hoogtevrees, maar Kees sprak mijn moed in. En Kees, dit is een boek. Dat zijn de 75 nu nog beroemdste gebouwen van Nederland. En ik ben ervan overtuigd dat over 5 jaar niet alleen de BIEB, maar ook het theater hier straks in staat. En mocht dat zo zijn, hè, gaat dat lukken, dan zorgen we dat jullie ook weer dat boek krijgen. En als dank voor de festiviteit en als dank voor de moedige handeling, dankjewel. Kees, doe even. Ah, dat is wel een setje. Er zitten altijd een paar acteurs mee om de zichtlijnen te kunnen zien. Let me